Dit kan zwollen. Hier. We gaan even kijken wat hij nou doet. Als we nu een spel gaan spelen. We hadden al een poosje begonnen net al. Een klein poosje. Om te kijken of hij dat nu wel deed. Ja of nee. We gaan nog een keer kijken of hij dat nu wel het doet. We kunnen voor Kruk kiezen. We gaan voor de truck weer. We gaan kiezen nu voor een Emma. En we gaan even één parcoursje rijden. Even checken of het geluid nu ook goed is. Zodat wij ook gewoon kunnen dit spel kunnen weer gaan spelen. We beginnen van Lima naar Pico. Pico Bello. Dat is niet goed. Ook dat mijn beeld weer lekker gestoord is. We gaan even kijken of die nu dan wel goed reageert. Kunnen we even checken. En dan kunnen we ook even kijken of het Yeti ook goed werkt daadwerkelijk. Lima naar Pisco is de eerste route die we gaan rijden. Ik zet geen iets zachter van Yeti. Een stage van 35 km, max altitude 340 meter. Ten opzichte 10 uur service descent en waypoints zijn er in totaal 10. Gaan. Gaan we kijken wat hij dan nu doet en of de klant ook prima is. Here we go. Pisco, stage nummer 1. Gaan we beginnen. Lekker. Oké, okay, we gaan kijken wat hij dan nu doet. Er is een auto aan vast. 4, 3, 2, 1. Go. En daar gaan we. En ik heb de camera even aangezet voor jullie. Zullen we gaan? Niet echt snel moet ik zeggen. Rijd toch met de MM. Oh, gelijk al een dikke jump erin. Heerlijk. Gaan op naar Adriaan Madeira. Met de Kamas. Hier weer een waypoint. Oh, dan moet ik niet van die duif geloven. Wat een probleem. Niet echt heel erg snel moet ik zeggen, deze truc van mij. 700, go right, cab 63, Dunes. Cab 63. Dunes is een muziekband. Dit voelt altijd in. Cab 63, go! Ik ben bezig, of niet? Goed bekkie, hè? Wat heb je maar uit? Follow on cab 63, let's go! Aan die kamas voorbij. Hoppa! 500, ruins on the left side, sensitive zone. Follow on the right to cap 7. Nou, even checken zo meteen hoe het geluid is zometeen. Het is voor mij even een nieuw ietsje, want we zitten nu ook een keer bij Streamlabs te streamen. Normaal doen we dat altijd met OBS. Maar ik probeer wat te doen aan die filters. Of ik daar wat mee kan werken, want ik zit met een klein probleempje met mijn geluid. Op mijn stuurbaar al veel kabaal. En dat stuur hoor je nu echt aan alle zon. Kanten hoor je dat stuur erop. Stuur hoor je nu, iedere keer hoor je er nu overuit, Janka. Dat hoor je niet goed. Ja, dan zeggen de mensen wel eens tegen me zo van... Oh, moet je nu stuur kopen? Ja, we mogen too far away. Ja, je moet daar maar weer doen. Maar dan zeg ik het heel simpel. Ja, als u mij geld geeft voor een nieuw stuur, vind ik het prima. Maar zodra ik dat vind... Ja, ik moet naar die kant trouwens. Daar zat toch die waypoints. Serieus? Ik kan maar rijden. Serieus? En nu toch... Hé, joh. Kom maar rust. Doe het maar, hij doet het maar, joh! Idioot! Oh ja, die wippen niet, hoor. Die wippen stond volgens mij. Hier zit die wippen. Hij zit ook rechts tegen mij. Gaan we weer richting die Rus weer? Waar is het nu voor wippen? Ja, ik mis een wippen nu. Het slaat nog niet echt bijzonder! Zo, die knetter, joh! Wat een idioot! Stoepkippen! Boerenkool, bal gehakt! Satellietsalus met een stokje! Idioot! Wat een idioot! Rijd ik nog? Nee, ik rijd nog. Wat appelflap, zeg hij. Appelflap! Wat een idioot! Wodka drinker! Spuitzak! Titulaar. Oké. Dat is de waypoint. Cap 78. Dunes. Sensitive zone. Ik had dus nog niet waypoint. Ik ga weer rust. Ik ga weer weg naar die rust. Die Arad Madeira.
Die heeft me eraf gebonjourd. Daar rijdt hij. Ja, op naar die Rus weer. Nou, zo'n groot gebied dat hij gewoon tegen elkaar rammen. Dat gaat er dan verkeerd. Ja. Ja, ik vind het nog wel knap af en toe dat soms op zee nog ongelukken plaatsvinden. Denk ik ook zo van ja, op zee, midden op zee. En dan zijn er gewoon ongelukken met twee boten die op elkaar klappen. Hoe dan? Hairpin right. Hairpin right. Hairpin right, cap 262. Ja, daar boven, helemaal bovenin zie je daar een kompasje staan met de tekst BP. Dat is mijn kompas, dan moet ik aanhouden. Wat is dit weer? Wat een idioot, joh! Wat een idioot! Vloedstengel! Nou, wat een mafkees, hè. Wat een mafkees. Follow on cap 2. Pami hap. Let's go. 500 across the dunes on cap 291. Across the dunes on cap 291. 1K and 300 on the vegetation. Go to the left. Weg vegetariër. Dat zijn als ik een keer vegetariër word. Echt niet? En hier weer een waypoint. Zo. Gezond voor jou ook trouwens. Daar komt die appels mee uit. Iets eerder daarmee aankomt, vlak voor die heuvel, dat is ook wel handig, denk ik. Sprek eens als je daar iets eerder mee aankomt. Hallo. Duurtje geven. Ja, let's go. Dat ding gaat niet harder. Dit is een mooie truck. Mooi, hè? Cool dit. Op zijn kijkje, jongens. Oh, hij vliegt een beetje. Zo. De kerst zat erop. Ah, we zijn ook bij de finishlijn. I like rough. Haha. Sommige manieren. Ga door. We dwalen af. Wow, wow, dat gaat. Wow, je flying car, joh. Woehoe. You should be more careful. Dank je. Zal iets beter die ding op. Als je nou iets meer. Iets beter nou die coördinaten opleest. Of je die erin te vliegen. Dat is een flying truck. Wie? 163. Nee, dat is afgelopen. Dunes, hairpin right to cap 292. We moeten nu nog langs de W. Ja, ik moet niet op zeuren. Ik wist weer de boven toe, want daar zit nog weer een waypoint. 500! Kan niet eens. Wist weer naar die waypoint toe? Nu is dat nog als eerste C. Zo. Hier staat dan die waypoint. Dan kunnen we weer terug. Dan zijn wij bij de finishlijn aangekomen. Left. Cap 184. 800, final. Heel final. Vliegen weer, huppakee. Oh, serieus? Serieus dit? We need to avoid damage. Moet ik dan serieus nog langs die poortjes rijden? Dat ga je niet mee dit, hè? Maar dat ga je echt niet, ga je niet mee dit. Ja, ik moet langs de poortjes rijden. Serieus dit. Well done. Congratulations, we made it! Ja, 7.5. Oké. Volgende keer weer aangegeven dat ik tussen die pauzes door moet rijden. Dit was Lima Pisco voor nu. Ik wil jullie weer bedanken voor het kijken van deze video. Vond je dit nog leuk voor jullie, dan zou ik zeggen. Even abonneren en geef een leuk die bel. Dan zien we elkaar weer bij een nieuwe desktop. Dit was even een korte test, ook voor mij, hoe het nu het geluid is. Van de Yeti. Ook even kijken hoe het nu is met qua geluid, met qua Cleanups OBS, want ik werk dus nu met Cleanups OBS momenteel. En laat even een commentje achter wat jullie van het geluid vonden en van de stream zelf en van de game zelf. Ik zeg voor nu, de goede tools en een dikke dag. Dat zeg ik nog steeds. Doeg!